Godfried Bomans is een groot schrijver, maar je mag het niet hardop zeggen. Aldus Simon Carmichelt. Die opmerking is wel te begrijpen. Zijn literaire tijdgenoten keken wat schuw tegen zijn talent aan. Bomans politieke overtuiging was de hunne niet en de keuze van zijn onderwerpen vaak evenmin. Ook de lichte toets in zijn komische werk vond men niet altijd geslaagd. Het is zo opvallend dat diezelfde lichte stijl in zijn serieuze stukken een enorme slagkracht heeft. Het geeft ze de lucht zonder luchthartig te worden. Van uitgeverij Meudenhof mocht ik een bloemlezing samenstellen uit zijn essays en serieuze beschouwingen onder de titel Godfried Bomans in alle ernst. En dat zijn allemaal geweldige stukken om te lezen. Godfried Bomans op zijn best. En op zijn slechtst was hij al een groot schrijver. Al mocht je dat niet hardop zeggen.